Groningen, vlak na de oorlog. Zij trekt haar verpleegstersjas aan. Mijn oma gaat liften naar Arnhem om daar naar haar ouders te gaan. Het land is zwart-wit en de ochtend is koud. En 28 jaar voor een vrouw alleen is oud. Ze heeft in die mistige ochtend een stuk met een boer meegekund. Maar die moest al snel naar het oosten. En dus staat ze nu bij de punt. Haar reis is nog lang na dit goede begin. Als een auto plots stopt en uit het portier klinkt: stap in. De wagen zit vol met drie mannen: Peter en Jan en Corné. Waar moet je heen? Ze zegt: Arnhem. Nou, dan kun je tot Zwolle wel mee. Ze zegt: ik heet Lot. En ze glimlacht naar Jan. 32 jaar voor een man alleen. Nou, dat kan. De autorit loopt heel voorspoedig. En Peter is steeds aan het woord. Corné valt hem soms in de rede. Maar Jan doet alsof hij niks hoort. Hij kijkt steeds naar Lot, die haar ogen dan sluit. Ze willen graag praten, maar bij Zwolle moet ze eruit. En dus rijdt de auto weer verder. Drie mannen nu zonder een vrouw. En even naar Utrecht zegt Peter: zeg Jan, was die Lot niks voor jou? Natuurlijk zegt Jan, maar de tijd ging zo vlug. En Groningen is groot, hoe vind ik haar ooit nog terug? Die avond zit Lot bij haar ouders, maar ze is in gedachten bij Jan. Haar vader leest vooruit de Bijbel, hoe God aan de vrouw en de man als kroon op de schepping de liefde ontvouwt. Maar 28 jaar voor een vrouw alleen is oud. Ook Jan zit die avond aan tafel, maar hij is ver weg in Maassluis. Hij zit met Corné aan de maaltijd, bij Peter zijn ouders in huis. Ook Peter zijn vader leest woorden van God, van de mus en de zwaluw. Maar Jan denkt alleen maar aan Lot. Groningen, 2 maanden later. Zwijgend verlaat Lot haar kerk. Ze blijft liever niet te lang praten. Ze moet morgen weer aan het werk. Ze staat op het punt om naar huis toe te gaan. Dus ze groet haar vriendinnen. En plotseling ziet ze hem staan. Jan, jij bent Jan, wat doe jij hier? Stamelt ze als ze hem ziet. Ik wist niet dat dit ook jouw kerk was. En Jan zegt, dat is het ook niet. Maar ik zoek je al zeker een zondag of 4 in iedere kerkbank. En God zij geloofd, God zij gedankt, je bent hier. Toen ik van je wegreed bij Zwolle, toen wist ik al, jij wordt mijn vrouw. Lot kan het haast niet geloven. En dat heeft ze op zondag niet gauw. En 6 maanden later zijn ze getrouwd. Want 28 jaar voor een vrouw alleen is oud. En nu zit ik zoveel jaar later bij mijn opa en oma in huis. Opa zit met me te praten en oma staat bij het fornuis.
Ze wacht tot de fluitketel fluit voor de thee. Als opa me vraagt: wat dacht je ervan, lieve jongen? Maken je oma en ik nog eens mee dat jij een vriendinnetje meebrengt? En zeg dan maar eens nee.